Ik ga jullie vandaag iets vertellen over effectief securitybeleid uitdragen. En dat klinkt echt super saai, dat weet ik. Maar bear with me, ik denk dat het wel mee gaat vallen. Ik probeer er ook een beetje mijn eigen draai aan te geven. Nou, sommigen kennen jullie mij misschien wel van Twitter. Waar ik Finnick van Zootopia gebruik. Nou, omdat ik vosjes leuk vind. En met name Fennex. Daarom heet ik ook Queen Fennick op Twitter. Nou, het heeft niet veel met mijn werk te maken, maar vind ik gewoon leuk. Ik ben inderdaad Chief Information Security Officer en Privacy Officer bij de Autoriteit Consument en Markt. Dat is een toezichthouder op markten. En wij houden toezicht op onder andere mededinging, op zorg, consumenten, al dat soort zaken. En van origine ben ik eigenlijk een criminoloog. Dus een beetje aan de sociale kant. En dat merk je misschien ook wel aan de presentatie vandaag. Want dat is ook niet zozeer de technische kant van security en meer een beetje sociaal. Voor de rest game ik heel graag. Nou, dat is echt voor gamers van mijn genre echt een hele bijzondere dag. Want het is natuurlijk weer N7 Day vandaag. November 7th voor alle Mass Effect gamers. Nou, en ik vind vosjes leuk. Nou, dat voor wat betreft even een introductie over mezelf. Wat is de boodschap? De hoofdboodschap van vandaag is wat mij betreft... Wees koppig op de inhoud, maar flexibel in de vorm. En daar bedoel ik mee... de reden dat ik deze talk hou is omdat ik hier zelf ook heel veel mee heb geworsteld... en nog steeds best wel mee worstel. Want hoe kan je nou iets op een andere manier brengen... zonder dat je de inhoud van wat je eigenlijk wil zeggen teniet doet? Dat vind ik soms nog steeds heel moeilijk. Want je moet nog steeds overbrengen wat je over wil brengen. En hoe doe je dat nou efficiënt? Nou, ik heb soms het gevoel als ik bij beleid of iets dergelijks wil overbrengen, dat het een soort message in a bottle verhaal is. Je hebt een beleid gemaakt, je draagt dat uit en het is maar ja, kijken waar het strandt. Bij sommige mensen komt het aan, die zullen het uitpakken en lezen en volgen. En bij anderen weten niet eens dat het bestaat. Dus daardoor, je moet met beleid meer doen dan het alleen opschrijven. Je moet er ook echt actief iets mee doen en zorgen dat het gaat leven bij mensen. En dat is nog best lastig, omdat wat ik heb gemerkt is dat in een organisatie er eigenlijk heel veel verschillende talen worden gesproken. Dus waar ICT'ers op een bepaalde manier communiceren, doen HR of communicatie of gewone medewerkers voor in de business, die spreken totaal andere talen. En dat maakt het wel lastig als jij zo'n andere stijl van communiceren hebt dan de rest van je organisatie om je boodschap over te brengen. Dus daar wil ik het vandaag een beetje over hebben. Om dat te kunnen doen, moet ik een beetje in stereotypen gaan praten. Dus daar bedoel ik niet mee dat alle ICT'ers op een bepaalde manier communiceren en alle HR-mensen op een bepaalde manier communiceren. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. We zijn allemaal mensen en er zijn altijd uitzonderingen, maar om een beetje uit te kunnen leggen wat ik wil uitleggen, doe ik even in deze talk net alsof er zoiets is als de ICT'er. En de communicatiemedewerker en de manager. Maar ik weet zelf ook wel dat dat niet zo is in de realiteit. Ik vond dit wel een leuk om mee te beginnen. Dit is voor mij is wel een mooi embodiment van hoe heel veel ICT'ers communiceren. Gewoon to the point. Niet te veel woorden. Wat wil ik duidelijk maken? To the point. Beer and lobster, enough said. Versus andere onderdelen van je organisatie die juist soms heel erg doelbewust hun woorden kiezen. En wat ik zelf merk is dat ICT'ers soms heel geïrriteerd raken als ze met andere delen van de organisatie praten waar heel erg veel zorg wordt besteed aan hoe ze dingen zeggen en de manier waarop en inpakken en dat soort dingen. Dat ze denken, jeetje, zeg maar gewoon wat je wil zeggen. En dat ze elkaar niet goed begrijpen. Terwijl aan de andere kant, ik merk dat wat mensen in de organisatie van ICT'ers soms vinden is dat ze bot zijn of hard of... Dat ze altijd maar doen alsof alles heel ernstig is, maar dan uiteindelijk blijkt het allemaal wel mee te vallen. En wat is daar nou de oorzaak van? Nou, ik vind het wel leuk om eerst eens te kijken naar hoe in mijn beleving, en nogmaals, dit zegt mijn belevingen, de communicatiestijl van veel ICT'ers is.
we communiceren snel. Dus we sturen een appje. We praten vaak ook snel. En we zijn to the point. Efficiënt. Gebruiken niet te veel woorden. Gewoon zo doelbewust mogelijk. En de manier waarop we iets zeggen vinden we ook van elkaar niet zo heel belangrijk. Dus we vallen niet zo snel over de woordkeuze die iemand heeft gebruikt om te zeggen dat er een probleem is met een switch ergens. Dat je het niet de correcte term hebt gebruikt of iets dergelijks, doen we vaak niet moeilijk over, want daar gaat het helemaal niet om. Voor ons is het vooral belangrijk dat we snappen wat er aan de hand is en dat we het kunnen oplossen. En dat is ook zo belangrijk, omdat als wij als ICT'ers heel erg wollig met elkaar zouden communiceren, dan zou dat het risico op misverstanden en dus ook fouten veel groter maken. Wij moeten zo communiceren. Want als wij heel erg moeten gaan nadenken over de vorm waarin we iets zeggen tegen elkaar en dat we eerst goedemiddag, goedemorgen en weet ik het allemaal zeggen, dan in de tussentijd staat ergens een server te roken. Dus dat kan niet. We moeten ook echt zo communiceren. Tegelijkertijd hebben we wel de neiging, denk ik af en toe, als we naar andere niet-techneuten iets moeten uitleggen, om een beetje een toon aan te slaan alsof we tegen een klein kind praten. Tenminste, dat is wat ik bij mezelf merk. en dat is gewoon omdat je moet je mindset zo aanpassen dat je het idee hebt dat een kind het nog zou moeten kunnen begrijpen. En dan is het vaak nog te technisch voor mensen die we het proberen uit te leggen. Ik wilde even een voorbeeld geven van hoe ik vroeger e-mails stuurde. Dat ging ongeveer zo. Dit is een voorbeeld van een mail die ik wel eens zou kunnen hebben gekregen. Ik heb deze verzonnen trouwens. Dit is niet echt een e-mail die ik ooit heb gehad, maar dit is wel in de lijn daarvan. Beste Fleur, leuk je weer even gesproken te hebben afgelopen week. Fijn dat je de workshop binnen de tijd wist af te ronden. Zou het jou lukken om de rapportage aanstaande vrijdag in concept aan te leveren? Werk ze nog vandaag? Hartelijk groet, Ellen. Nou, dat is een prima e-mail, niks mis mee. Dit is hoe ik vroeger antwoord gaf. Dan denk je, nou, als ICT'er, prima toch? To the point. Wordt een vraag gesteld, krijgt antwoord, geen poespas, hier kan je mee door. Maar dit is natuurlijk ook een beetje gechargeerd. Maar voor iemand die zo zijn best doet om een vriendelijke mail te sturen, komt dit heel, heel lastig over. Van hoe moet je dit interpreteren? Is Fleur nu boos? Waarom antwoordt ze zo? Waarom zegt ze niet, heb je ook een fijn weekend gehad? Weet je wel, dat soort dingen. En ik heb echt moeten leren om anders te e-mailen. Dus ik doe dat nog steeds. Kijk, als een ICT'er mij een mail had gestuurd met deze vraag, had ik zo geantwoord. Maar als ik weet dat het een niet-ICT'er is, dan doe ik extra mijn best om het een beetje een kop en een staart te geven. Dank je wel voor je e-mail. Ook leuk om jou weer een keer gezien te hebben. Helaas gaat het me deze week denk ik niet lukken, maar ik ga mijn uiterste best voor je doen. Ik spreek je gauw, bla bla bla. Een beetje in die trant. Dan was ik even benieuwd. Ik heb een beetje een flauwe plaatje gekozen nu met Amerika natuurlijk. Maar ik wil even een polletje doen met jullie. Dan moet ik even kijken waar die zit. Volgens mij hier. Nu heb ik een whiteboard geopend. Ook hartstikke leuk. Niet wat ik bedoelde. Hier zit die, denk ik. Pols. Ja. Ik ben even benieuwd. In hoeverre jullie zelf communiceren in je eigen organisatie met iedereen op verschillende manieren. Dus ik vertelde net je mag al stemmen hoor, je hoeft niet te wachten. Maar ik vertelde net dat ik dus echt dat aanpas nu. Omdat ik heb geleerd dat als ik dat niet doe, dat ik daar echt schuine ogen van krijg. Maar ik was even benieuwd in hoeverre jullie dat doen. Ik zie dat al heel wat mensen hebben gestemd. Ja, dus ik zie dat een deel communiceert echt met iedereen op dezelfde manier. Ik denk dat ongeveer de helft meestal wel op dezelfde manier communiceert met een paar uitzonderingen. En een deel past dat echt blijkbaar echt al heel erg aan. Leuk. Dank jullie wel voor het stemmen.
ga ik weer even terug naar de presentatie. Ja, oké. All right. Komt een mooie animatie weer. Zo. Bij een poll hoort deze tegenwoordig, hè? Kan ik ook niks aan doen. Ik vind Dilbert ook gewoon, zoals de meesten denk ik, wel hilarisch. Dus ik vond deze wel heel toepasselijk. Dit is een beetje wat ik bedoel met die Jip en Janneke taal die we soms kunnen of moeten gebruiken. En dan de toon die we erbij gebruiken. Ik vond deze Dilbert daar wel erg toepasselijk bij. Ja, en dan hebben we natuurlijk, we hebben het nu net gehad over ICT'ers en hun stijl van communiceren. Maar er zijn nog veel meer onderdelen van onze organisaties. En ik heb eens gekeken naar hoe communicatiemedewerkers nu communiceren. En zij is mij opgevallen, zijn heel zorgvuldig met hun woordkeuze. Denken eerst goed na, zeggen niet zomaar iets. Kunnen een mail voor ze versturen wel 3-4 keer lezen. Ook als het alleen maar intern is. En voor hun is de vorm minstens even zo belangrijk als de inhoud. Waar ICT'ers de vorm eigenlijk totaal niet belangrijk vinden als we elkaar maar begrijpen, is het bij communicatieafdelingen juist heel erg belangrijk dat zowel de vorm als de inhoud zo goed mogelijk overeenkomen met wat je als boodschap wil brengen. Want een verkeerde woordkeuze of een verkeerde intonatie kan voor een communicatieafdeling wel hele grote gevolgen hebben, waar dat voor een ICT-afdeling eigenlijk wel meevalt. En die directe stijl van communiceren die ICT'ers hebben, die kan, als je dat als communicatieafdeling zou gebruiken, mensen voor het hoofd stoten. Als je zo direct dingen zegt in plaats van het een beetje inpakt en wat zachter brengt. En die zachte bewoordingen en die indirecte manier van communiceren vinden veel, om weer even lekker stereotyp te doen, gewone mensen, vinden ze veel prettiger. En daarom is dat ook iets waar een communicatieafdeling sneller naar zal neigen. En ik vond dat voor de mensen op Twitter gisteravond, vond ik het wel leuk om daar een soort voorbeeldje van te geven. Dus stel nou dat we in de ICT zouden communiceren zoals we doen als een communicatieafdeling. Nou, dan zou je bijvoorbeeld dit soort foutmeldingen kunnen gaan krijgen. Dus dat is denk ik niet optimaal. Tegelijkertijd, als een communicatieafdeling zou communiceren als een ICT'er, dan is dat denk ik ook niet optimaal. Ik heb echt mijn best moeten doen om er één te vinden die ik in deze presentatie kon gebruiken, want de meeste zijn zo grof. fijn. Ik wilde een leuke anekdote vertellen van iets wat ik in het echt heb meegemaakt. Ik heb met een andere spreker van vandaag, Bert, daar is die. Bert, als je hem niet kent, ga naar zijn talk vanmiddag. Je mist anders echt iets. Hij is echt fantastisch. Bert van PowerDNS. Met hem samen heb ik eerder bij een andere overheidsorganisatie gewerkt aan een project. En we hadden op een gegeven moment een soort feedback sessie van een stuk wat was geschreven. En daarin stond een passage waarin een ICT'er eigenlijk de schuld kreeg van een heel ernstig incident. En daar was ik het niet mee eens. Ik had die ICT'er gesproken en ook de manier waarop het was opgeschreven was gewoon niet, niet in lijn met de realiteit. Dus ik zit met Bert in die review sessie en ik zeg gewoon, paragraaf 3 staat dit en dit en dat klopt niet. Eigenlijk precies wat ik net uitlegde, klopt niet met de realiteit, zo werkt het niet in de ICT. Het is niet zo dat als je dit doet dat je dan een incident hebt veroorzaakt en dat kan je ook niet zo opschrijven. Nou, en ik kreeg in die meeting ontzettend veel weerstand. Echt boze blikken, discussie, et cetera. Het ging over ongeveer alles, behalve over wat ik nou eigenlijk bedoelde. Het ging eigenlijk vooral over de manier waarop ik het zei. Dus aan het einde van die meeting loop ik met Bert naar buiten en ik zeg, Bert, wat is hier gebeurd?
wat heb ik gedaan? Dus hij zegt, ja, maar Fleur, je kan het ook niet zo zeggen. Ik zeg, nou, waarom niet? Het is toch zo? Er zitten gewoon fouten in. Dus dat, ja, dat moet eruit. Hij zegt, ja, maar je praat tegen ambtenaren. Ik was zelf ook ambtenaar, maar natuurlijk in iets ander context. Hij zegt, alles wat jij zegt, komt 10 keer harder aan dan dat jij het bedoelt. Zo moet je dat bedenken. Ik zeg, ja, maar hoe moet ik het anders zeggen dan? Ik moet toch zeggen dat het niet klopt? Hij zegt, nou, wat je kan proberen is om het zo te brengen dat het lijkt alsof het niemands schuld is. Alsof het de kabouters waren die het hebben veroorzaakt. Dus ik zeg, nou, hoezo? Ik kan niet zeggen, daar hebben kabouters in een rapportage een fout gemaakt. Hij zei, nee, wat je moet zeggen is, of kunt zeggen, is, ja, er is een kleine onvolkomenheid geslopen in paragraaf 3. Dus een beetje op die manier eigenlijk. En ik zei van, oké. Maar waarom reageren mensen daar nou zo heftig op? En hij zegt, nou, wat jij eigenlijk hebt gezegd tegen deze meneer is, jij bent een sukkel en je moeder is een hoer. Zo komt dat over op hem. Als jij zegt, klopt niet, helemaal fout, moet eruit. En de oorzaak daarvan is iets wat ik straks nog verder ga uitleggen. Kijk, als je gewend bent en een communicatiestijl hebt waarbij alles indirect is, waarbij alles is ingepakt en met zachte bewoordingen, dan is iemand die iets direct tegen jou zegt, is iets ongewoons voor jou, ongebruikelijk. En dus komt het automatisch veel harder binnen. Als jij gewend bent dat als iemand, als er iets heel ergs aan de hand is, dat iemand eigenlijk alleen maar zegt, het gaat niet goed. En vervolgens is er een andere situatie waarin iemand zegt, het gebouw staat in brand, bij wijze van spreken, dan denk jij, oh mijn god. En dat is wat ik bedoelde ook in het voorstukje van, vaak is zo, wij zien brand en de organisatie ziet het niet. En wij moeten hun dat laten zien. Maar als we meteen ook doen alsof het gebouw in brand staat, dan krijg je een soort vicieuze cirkel waarbij wij steeds heftigere bewoordingen moeten gaan gebruiken om maar duidelijk te maken dat iets ernstigs is. En dat is ook met Citrix natuurlijk een issue geweest waar we het mee te maken hadden. Dat was voor heel veel organisaties die niks met ICT verder specifiek deden, een vrij onzichtbaar issue. Er gebeurde eigenlijk niks nog. Dus om dan duidelijk te maken dat het een ernstige situatie is, moet je uitkijken, denk ik, in mijn geval, om meteen hele heftige bewoordingen te gebruiken. Tegelijkertijd moet je wel zorgen dat de boodschap overkomt. Want er is wel degelijk vuur, alleen niet iedereen kan het zien. Nou, en dat is een beetje wat ik in dit plaatje ook probeer duidelijk te maken met de lucifer en het gebouw. En wat heb ik hier nou zelf aan gedaan? Want ik zit het heel leuk te vertellen, maar ik heb zelf ook nog steeds behoorlijk veel moeite om dit soort dingen altijd consistent te doen. Ik heb zelf nog steeds heel veel moeite om mijn communicatiestijl soms aan te passen aan de plek waar ik ben. Met name als ik overvallen word door iets of als iets heel veel tijdsdruk heeft. Dan heb ik nog best moeite om dat allemaal weer netjes in te pakken. Dan verval ik nog heel vaak naar die stijl van communiceren van gewoon to the point, direct, op die manier. Dus ik heb daar wel trainingen in gevolgd, hè, om te proberen om dat om te buigen, om daar sterker in te worden. En wat ik wel leuk vond in een van die trainingen was, dat die trainer zei, nou, je kan het ook zien als een soort regenwolk. Heel veel mensen, als ze van plan waren om een stukje te gaan wandelen bijvoorbeeld, en ze zien een regenwolk, dan denken ze, hè, gadver, het gaat regenen. Ik wou wandelen, gaat mijn hele wandeling niet door. Terwijl een boer, die al maanden last heeft van droogte bijvoorbeeld, die ziet een regenwolk en die denkt, eindelijk. Dus wat die trainer daarmee wilde aangeven is, het is niet per definitie zo dat als jij iets ziet als iets negatiefs of slechts, dat dan automatisch iedereen dat zo ziet. Dus het is goed om je te beseffen dat je dingen van meerdere kanten kan bekijken. Dan alleen maar de security kant of de ICT kant, maar ook er is ook een business kant. Ik vind trainingen op dit vlak altijd een beetje tricky, omdat dat is eigenlijk waarom ik die hoofdboodschap in mijn presentatie ook heb zitten van flexibel in de vorm, maar wel koppig op de inhoud.
Bij sommige trainingen heb ik het gevoel dat ze je toch stiekem de inhoud willen laten veranderen. En daar kan ik zelf dan niet zo heel goed tegen. Want ik wil wel, hoe zeg je dat, blijven bij, true blijven aan mijn eigen principes. Dus in het algemeen zou ik jullie willen meegeven, verdiep je in processen van je organisatie. Want op die manier krijg je ook meer inzicht in hun stijl van communiceren en hoe ze werken. Als je beleid maakt, leg het niet eenzijdig op, maar stem het af. Ik denk dat veel security mensen dat wel weten, dat een soort van best practice is. Misschien is het ook wel een goed idee om anderen eens mee te nemen in jouw processen. Hè? Dus om te vragen of zij misschien tijd en energie willen steken om jouw werkproces beter te begrijpen. Zodat je een soort wederzijds begrip krijgt. Het moet ook niet zo zijn dat ICT'ers en security mensen altijd maar hun communicatiestijl aan moeten passen aan anderen. Misschien kunnen zij ook van ons dingen leren waar dat we elkaar een beetje tegemoet kunnen komen. Kijk of je nieuw beleid op verschillende manieren kan communiceren. Dus in plaats van alleen maar een intranetbericht of een workshop of een algemene presentatie voor je hele organisatie, kan je misschien kijken of je voor bepaalde doelgroepen in je organisatie hetzelfde beleid op een andere manier zou kunnen brengen, waardoor het voor hun meer gaat leven. Dit heb ik eigenlijk voldoende benadrukt, denk ik. Ja, en beperk een beetje jargon en technische uitleg. Dat vinden we over het algemeen al moeilijk genoeg. Maar soms moet je wel degelijk details geven, omdat mensen anders niet begrijpen wat je wil zeggen. En dan tot slot wilde ik nog iets meegeven over hoe je nou hoe mijn ervaring is met de managers, directeuren en bestuurders als het gaat om communicatie. En dat is wat ik zelf heb ervaren, is dat het slimst is om het bij hoofdlijnen te laten. En dat vind ik zelf heel moeilijk, want ik vind de details echt het meest interessant vaak. Maar ze kunnen je niet volgen. hun werk is gewoon heel anders. En hun taken ook. En ze hoeven het ook eigenlijk niet te weten. Dus hou je bij de hoofdlijnen. En als je bij ze komt, zorg dat je van tevoren weet wat nou concreet je vraag is. Wat wil je dat zij voor jou gaan doen en waar moeten zij antwoord op geven? Want anders wordt het een soort verhaal voor hun waar ze niet doorheen kunnen prikken van wat moet ik hiermee? En vertel ze ook gerust wat je van ze verwacht en wat je van ze nodig hebt. Ik heb budget nodig. Ik heb van je nodig dat jullie het goede voorbeeld geven. Noem het maar op. En als het heel complex of ingewikkeld of technisch is, zorg dat je ze een voorstel kan doen. Leg de achtergrond uit en zeg, ik stel voor dat we dit probleem op deze manier aanpakken. Dat vinden in mijn ervaring veel bestuurders-directeuren vinden dat heel prettig. Omdat ze niet zelf de technische achtergrond hebben om dat uit te werken. Zorg dat je weet wat dingen kosten en wat voor budget je nodig hebt. Want vaak is dat, hè, als je een bestuurder zover hebt en overtuigd dat ze, ja, we gaan dit doen, is goed. Wat kost het, gaan ze je vragen. Als je daar geen antwoord op hebt, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. En wat ook vaak helpt, is dingen op te schrijven. Zo zet je mensen ook niet zo voor het blok. Dan geef je ze ook de tijd om even na te denken over wat je van ze vraagt om te doen, om te beslissen. Dus dat vinden ze vaak heel prettig. Dan heb ik nog een laatste poll, waarvan ik even benieuwd ben hoe jullie daar op reageren. Nu weet ik wel waar die zit. Ik ben even benieuwd in hoeverre wat ik een beetje heb beschreven in die presentatie, of dat een beetje herkenbaar is voor jullie. Of dat je zegt van, nou, Fleur, je kletst echt volledig uit je nek. Ik herken er echt helemaal niks van. ja, het is altijd riskant om een olifantenkostuum optie in een bol te stoppen. Nou, leuk om te zien dat het voor de meesten wel herkenbaar is. Dank jullie wel voor het antwoorden. Je kunt resultaten ook laten zien, Blurship Show Results. Kunnen ze dat nu niet zien dan? Nee, en dan kunnen ze het wel zien. Excuseer, de vorige keer heb ik dat ook niet gedaan. Oh, ik heb Clear Results gedaan. Sorry, als ICT'ers zijn is dat toch wel erg slecht. Ah, kijk. Ah, sommigen hebben nu wat anders gekozen, maar geeft niet. Even kijken, dit zijn de results. Kan ik die van de vorige nog laten zien? Dit zijn die van de vorige nog. Als het goed is, kun je die nu wel nog zien. Nou, ik zag dat een aantal mensen wel heel graag
een olifant in een, of een fennek in een olifantkostuum gifje willen zien. Dus nou, wie ben ik om daar niet aan te adhere? Nog eenmaal, wat ik dus eigenlijk wilde overbrengen bij jullie. Zorg dat je altijd koppig blijft op je inhoud. Want je moet nu eenmaal brengen wat je moet brengen. Dat is heel erg belangrijk. Maar kijk of je in de vorm van hoe je het brengt misschien af en toe wat flexibeler kunt zijn. Nee, kun ik. Heel erg bedankt. En dat is eigenlijk mijn presentatie. Dus ik ben benieuwd of we daar nog vragen over hebben. Dankjewel, Fleur. Ja, zeker. Ik zie wat vragen voorbij komen. Ik probeer ze ook naar je door te spelen. Volgens mij zag je ze niet. Zie je ze misschien nu wel, als ik hier op klik? Even kijken. Nou, ik zie wel wat dingen staan, hoor. Maar tijdens de presentatie kon ik ze niet zien. Ik zie er nu wel een paar. Even zien, kan ik daarop klikken? Ik kan nog een public vote doen. Even zien. Kunnen jullie de vraag ook zien, of dat moet ik hem even voorlezen? Ik ga hem wel even voorlezen. Stel, je komt bij een nieuw bedrijf binnen zonder securitycultuur. Enkel de basis is ingeregeld. Antivirus, backup, firewall. Wat zouden jouw quick wins zijn? Toevoegen van additionele technologie of eerder werken aan een human firewall awareness training? Dat is gevraagd door Thomas Collier. Ik heb mijn bril niet op, dus af en toe. Ik ben een beetje kippig. Goeie vraag. Ik denk dat je beide zal moeten doen. Nou ben ik natuurlijk een CISO, dus ik grijp meteen naar beleid. Ik ga meteen vragen, wat zijn de afspraken bij deze organisatie? Wat staat er op papier? Wat is de visie op security? Welke kant willen we eigenlijk op? Awareness is altijd belangrijk, maar het is minstens even belangrijk als je techniek. Dus ik zou eigenlijk zeggen, als ik als CISO binnen zou komen, zou ik vragen naar het beleid en naar de visie en de strategie. En als die er niet is, zou ik die proberen te gaan maken. Dat zou mijn eerste stap zijn. En dan pas ik de rest van de technische en de organisatorische maatregelen aan op dat nieuwe beleid, visie of wat we dan hebben afgestemd. Maar goede vraag. Even kijken. Vraag van Anonymous. Hoe kan ik als stagiair duidelijk met iedereen in het bedrijf communiceren, vooral in deze coronatijden waar ik maar 2 of 3 dagen per week persoonlijk aanwezig ben? Ik heb niet de mogelijkheid om met iedereen te praten en te leren hoe ik effectief kan communiceren, bijvoorbeeld met de CEO of financiële afdeling. Aan het einde van mijn stageperiode moet ik een goed advies opleveren. Is inderdaad heel lastig. Ik heb zelf nu ook 2 stagiaires. En wat ik vooral tegen ze zeg is, bel mensen gewoon op. Dat maakt het vaak makkelijker om dingen gedaan te krijgen. Kijk of je mee kan bij bepaalde vaste overleggen. Zodat je in ieder geval een beetje kan horen hoe mensen communiceren. Vraag dat misschien ook aan je begeleider of er bepaalde overleg zijn waar je als soort vlieg op de muur mag meeluisteren. Ik denk dat het beste advies is wat ik je kan geven. Het is ook gewoon heel lastig in deze tijd. Je kan niet even bij de koffieautomaat gezellig gaan praten met mensen zoals je dat normaal wel zou doen. Even zien, Stijn. Hey Stijn, Stijn ken ik. Ik zie in de communicatie van het OMT omtrent COVID-19 dat men angstvallig paniek wil voorkomen. Juist doordat er zo om feiten heen wordt gedraaid, zorgt dat voor onrust zelden kan gebeuren bij een diplomaat. De crisiscommunicatie op zich neemt, omdat die meer het imago heeft van vertrouwen, leiderschap, veiligheid, expert. Heb je nog tips om zo'n diplomaat te overtuigen van het belang van open kaart spelen bij een crisis? Ja, wat ik meestal, dit is wel een herkenbaar verhaal. Wat ik heb gedaan in het verleden is voorbeelden pakken van waar het mis is gegaan bij andere organisaties. Het liefst Nederlandse organisaties. Een voorbeeld waar dit dus heel erg mis is gegaan is in Amerika met die organisatie die numbers is vaak een mooi voorbeeld. En ik probeer ook voorbeelden te geven van waar het heel goed ging. Dus waar een
een securitycrisis is geweest en waar de communicatie in mijn ogen heel slim is aangepakt. Denk aan Maastricht met ransomware bijvoorbeeld. Dat vond ik een mooi voorbeeld van hoe je dat om kan buigen naar iets positiefs als er iets negatiefs is gebeurd. Dus ik probeer dan mijn bestuurder of ik zit niet met ministers, in mijn geval bestuurders, probeer ik op die manier te helpen. En ik probeer het ook proactief te doen. Dus ik heb dit soort dingen al besproken voordat we in een crisis zitten. Gewoon op een niet-crisis situatie. Zodat ze al van tevoren weten dat als we in zo'n crisis komen, dan hebben we al een strategie hoe we daarmee om willen gaan. En we oefenen dat ook. Even kijken, Martijn. Denk je dat niet-technische mensen meer zouden moeten weten over techniek, of dat technische mensen altijd maar simpele analogieën moeten bedenken om complexe situaties uit te leggen? Ik denk dat op dit moment best wel veel mensen al technische security kennis hebben, terwijl het niet hun vakgebied is. Simpelweg omdat het op dit moment iedereen raakt, ook in je privé. Dus mensen zijn er al best wel veel mee bezig. Meer dan dat ik bezig ben met HR-zaken of weet je wel. Dat is ook niet mijn vakgebied, maar daar verdiep ik me verder ook niet heel erg in. Dus ik vraag me af in hoeverre je van anderen kan verwachten dat ze hele diepgaande technische dingen gaan leren. Wat ik wel doe is, als ik een beetje awareness-achtige presentaties geef binnen de organisatie, dan probeer ik de hackerskant te pakken. Dus in plaats van dat ik ga zeggen, gebruik geen openbare wifi, gebruik geen openbare wifi, heb ik een wifi pineapple, ga ik laten zien hoe die werkt. Ik leg tegelijkertijd uit dat de risico's dat je door zoiets geraakt wordt relatief klein zijn. Maar, hè. Dus ik laat op een laagdrempelige manier de risico's zien, het vuur zien, zeg maar, wat ik zie. Om zo toch wat meer technische kennis over te brengen. En tegelijkertijd die bewustzijn hoger te krijgen. Omdat mijn ervaring is gewoon dat als mensen snappen waarom we bepaalde regels hebben, dan houden ze zich daar ook beter aan. Dus maar een goede vraag. Ook van Martijn. Hoe ga je om met beleid waarvoor bijvoorbeeld te weinig budget is om het effectief uit te voeren? In dat soort gevallen probeer ik dat ook op tijd aan te geven. Dus ik probeer sowieso geen beleid te maken waarvan ik van tevoren al weet dat we daar de middelen niet voor hebben, want dan heeft het ook geen zin. En als we dat beleid al hadden en we hebben nu ineens geen budget meer ervoor, dan rapporteer ik dat. En in mijn geval aan de CIO. Dan zeg ik gewoon, oké, we hebben dit beleid. Het kost ongeveer zoveel om het uit te voeren. We hebben daar de middelen op dit moment niet voor. Neem een beslissing. Hij is verantwoordelijk. Dus in dit geval vraag ik gewoon aan hem, wat wil je dat we doen? Moeten we het beleid aanpassen of ga jij meer geld regelen? Dat is hoe ik daarmee omga. Nou heb ik wel een CIO waar ik gelukkig ook mee wegkom als ik wat op de ICT-manier communiceer. Het is een hele ervaren directeur, dus daar heb ik echt mazzel mee. Een vraag van Sigil. Hoe ga je om met gebruikers die vol in de emotie zitten en eisen dat je hun wensen inwilligt, terwijl dat niet mogelijk is? Dat is een beetje een soort aloude tip. Heel veel mensen die bij een helpdesk hebben gewerkt, inclusief mezelf, weten dat dat een hele goede is om mee te beginnen. Begrip tonen. Dus gewoon zeggen, ik begrijp het. Ik begrijp dat jij dit wil en dat je het nodig hebt. En om je werk te doen, het heel belangrijk voor je is, ik begrijp je. En niet alleen maar zeggen, ik begrijp het, maar ook een beetje proberen echt uit te leggen dat je snapt hoe hun processen werken en dat soort dingen. Probeer mee te denken naar wat wel kan. Dus leg dan ook weer jouw kant van het proces uit. Van we kunnen je dit niet inwilligen, want we hebben daar een beleid voor gemaakt. En dat beleid is zo om die en die reden. Als we jouw wensen inwilligen, dan ontstaan deze risico's en we hebben afgesproken dat we die niet acceptabel vinden. En probeer vervolgens te kijken wat je nog kan verzinnen om toch tegemoet te komen aan hun wensen op een veilige manier. Want daarmee laat je ook
zien dat het je wel degelijk wat kan schelen. En dan kan je misschien die emotie ook wat lager krijgen. En een helpdesk trucje wat ik vroeger heb geleerd. Als mensen echt in de emotie zitten en maar door blijven ratelen en niet meer willen luisteren, zeg hun naam. Vaak als mensen hun eigen naam horen, zijn ze even stil. En dan kan je zelf wat zeggen. Grappig trucje. Gitaarwerk. Kijk. Als je praktisch geen security beleid hebt en je wilt het introduceren als developer, hoe zou je dat aanpakken? For your information, de IT-manager doet vooral aan people manager, HR-style. Op zich ook niet zo erg. Als je geen security beleid hebt en je wilt het introduceren en je bent een developer, kijk of je iets van frameworks of best practices kan vinden die je kan proberen te introduceren. En ernaar kan verwijzen van kijk, hè, dit is een goed idee. En misschien dat we hier wat meer mee zouden moeten willen doen. En kijk, misschien zou je ook niet moeten willen beginnen met beleid, maar misschien meer met werkwijze. Dus dat je kan zeggen, nou, vanaf nu testen we niet meer met productiedata. Proberen we altijd testdata te maken. Vanaf nu testen we niet meer in een productieomgeving. Ik noem maar wat. En kijken hoe dat gaat. Als je simpelweg alleen eerst met werkwijzes begint. Als je daar al heel veel weerstand krijgt, dan is het waarschijnlijk de moeite niet om echt beleid te gaan maken. Omdat beleid moet vaak langs OR, langs allerlei managers. Kost best wel veel tijd om te maken. En als je eigenlijk developer bent, dan ja, weet ik niet of je die tijd krijgt. Je zou kunnen proberen te beginnen met werkwijze. En als dat goed gaat, zou je kunnen proberen om die werkwijze naar beleid te vertalen. En ik denk dat die stap dan ook makkelijker is. Dat je mensen eerder meekrijgt. Want je doet het toch al zo. Alleen nu formaliseer je het nog. Dus dat zou mijn tip zijn. Even kijken, we hebben nog 2 minuten. Wouter, jullie hebben wel veel vragen. Wat leuk. Stel, bewustzijn en prioriteit voor security is niet hoog. De opgave is wel uitdagend en urgent. Heb je pointers voor organisatieprocessen of onderdelen waarmee of waarbij je zou kunnen aanhaken om security toch op een hoger plan te trekken? I know, zeer generiek vraag. Ik ga hem nog een keer lezen, want hij was erg lang. Bewustzijn en prioriteit voor security is niet hoog. Oké, dus ik vertaal je vraag als hoe kan je security, zeg maar, op de kaart zetten in een organisatie die er nog niet heel erg mee bezig is. Ik zou beginnen met verantwoordelijkheden beleggen. Dus kijken waar formeel gezien wie waar verantwoordelijk voor is. En daar balletjes neerleggen, zoals ik dat noem. Dus wat ik bijvoorbeeld doe is, als ik een product heb, een security product, bijvoorbeeld een risicoanalyse, dan stuur ik de definitieve versie daarvan ter acceptatie naar de eigenaar van het informatiesysteem waar de risicoanalyse over gaat. Niet alleen naar de CIO, maar ook naar de eigenaar. Vaak zijn dat bij onze directeuren. En dan vraag ik die, er zit een management samenvatting bij, risicoanalyses zijn vaak een beetje technisch. En dan vraag ik die eigenaar formeel om een handtekening te zetten. En in coronatijden mogen ze ook een mailtje sturen met ik accepteer de risicoanalyse. En wat dat betekent is eigenlijk, en dat leg ik ze ook uit, wat dat betekent als je hem accepteert is, ik beloof dat ik hem ga lezen. En ik ben me ervan bewust dat ik zelf verantwoordelijk ben om te beslissen om hier iets mee te doen of niet. En door die verantwoordelijkheid te leggen in de lijn, nou ben ik ook een overheids, ik werk bij de overheid en daarin staat, in de VRB staat ook dat de lijn, het staat gewoon echt in de wet, dat de lijn verantwoordelijk is voor security, dus daar leg ik de verantwoordelijkheid ook steeds terug. Maar ik denk dat je dat in een andere organisatie ook het beste kan doen. Dus de verantwoordelijkheden leggen waar ze horen en dan zal je denk ik wel zien dat die urgentie en de prioriteit vanzelf hoger wordt, want mensen voelen zich dan aangesproken en ze voelen zich dan ook meer verantwoordelijk voor security. Ik ben over tijd heen. Dank jullie wel. Ik blijf nog wel even trouwens. Dus als mensen nog willen blijven om praten, dan kan. Inderdaad. Dank je wel voor jouw talk. Super interessant. En heel veel leuke vragen. En iedereen. Ja. En ik zag heel veel herkenbaar. Dus ik denk dat iedereen zich inderdaad herkent in het verhaal wat je hebt verteld. Voor iedereen, we gaan nu eventjes een kwartiertje pauze houden. Dus ga of blijf nog eventjes hangen of ga terug naar de lobby inderdaad. En dan zien we jullie straks weer bij de volgende talk. Fleur, nogmaals, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Ik vond het echt super gaaf om te mogen doen. Dus.
Leuk, top, thanks. Nee, ik blijf nog even. Dus lees jullie chatberichten, vind ik ook super leuk. Even kijken. OWASP is bekend. Oh, je zijn natuurlijk onderling ook. Dat heb ik even gemist, want ik zat alleen maar naar de vragen te stellen. Even zien, er staan nog vragen bij. Zit ik op Tweakers, heeft iemand gevraagd. Jawel, maar onder een schuilnaam. En die ga ik niet vertellen. een voorbeeld van een standaard baseline, Timo. Ja, ik werk bij de overheid, dus wij hebben de BIO. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Dat kan je misschien wel googlen. En dat is eigenlijk gewoon ISO 27001 met een aantal extra normen erin. Van die specifiek gelden voor de overheid. Dus dat is de baseline die wij veel gebruiken. Ja, ik vond het ook jammer dat het kort was, Ron. Vond ik ook. Maar ja, dit is, je hebt dan de tijd die je hebt. Juri vraagt, ik wil graag de security in, momenteel ergens anders werkzaam. Wat adviseer je om toch in de security te komen? Ik zou adviseren om... Ik zou adviseren om te kijken of je misschien binnen het bedrijf waar je werkt af en toe is wat voor je security team mag doen. Hand- en spandiensten. Zo heb ik bijvoorbeeld iemand van ons service support team die mij af en toe helpt met simpele datalekken af te handelen. Omdat hij ook graag meer met security wil gaan doen. Dus zo kan hij alvast wat ervaring opdoen. En als hij dan uiteindelijk echt voor de baan wil gaan, dan heeft hij de kennis en ervaring al die hij nodig heeft om te solliciteren. Dus misschien ook een optie voor jou. Ik zit wel vragen te beantwoorden, maar ik weet eigenlijk niet of iedereen nog die de vraag heeft gesteld er nog wel is. Dus ik ga nu vanaf nu wel eventjes gewoon in de chat. En dan beantwoord ik daar vragen. Want anders dan zit ik tegen mezelf te kletsen. Vind ik best gezellig. We kregen al helemaal weer instructies dat iedereen inderdaad naar de lobby moet komen. En dat alle vragen die je hebt, ze één op één nog met jou kunnen bespreken. Is goed. De chatfunctie inderdaad. Dus, Oké. All right.